Hoi allemaal, Elise hier. Maak bij mij deze heerlijke herfstpasta saus. Ik vroeg eerst aan Tom of hij nog wat groente had liggen die hij niet meer gebruikte. Onze geweldige food and business kok. En die had nog wat liggen. Vervolgens ben ik achter op de scooter naar de supermarkt gegaan. Heb ik even alle spulletjes nog gekocht. Zijn we naar huis gegaan. Heb ik vervolgens de knoflook even ontveld. De ui in stukjes gesneden en de knoflook ook in kleine stukjes gesneden. Heb ik de tomaten gewassen, die gesneden in stukken en de paprika ook gesneden. Alles doe je in een grote bakschaal met wat olijfolie en Italiaanse kruiden, peper en zout eroverheen. Even goed roeren. Dan zet je het in de oven op de grillstand, zodat het even een wat lekkerdere smaak krijgt. Ondertussen tussendoor moet je even een keertje doorroeren. Pas op met je camera dat hij niet beslaat zoals bij mij gebeurde. De pasta kook je, zoals beschreven staat op de verpakking. Een beetje zout en olijfolie erbij, zodat het niet helemaal aankoekt. In een andere pan doe je wat olijfolie. Daarin bak je de pesto een klein beetje aan. Waarna je ongeveer na 20 à 30 minuutjes de groente uit de oven haalt. Heel soepel met dat voetje. En kijk hoe lekker dit eruit ziet. Nou, dat gooi je allemaal in de pan. Zodat het een beetje het water nog een beetje verdampt. En je wat dikkere saus krijgt. De saus, de groente pureer je dan tot een saus. De pasta giet je af. Daar doe je nog wat olijfolie en zout doorheen. Dan schep je alles leuk op een bordje. Je kan deze pasta saus ook als soep eten. Of je eet hem koud als gazpacho. Gooi gewoon lekker al je groenten erin die je thuis hebt liggen. Een beetje burrata eroverheen of feta. Wat je lekker vindt. En vergeet hem vooral niet in te vriezen. Eet smakelijk allemaal!